logo van Dames 1 staan. Wachten op Brax. Ja. Zeg je dat de stream begint, Jeff? Ja, maar een James moet hem openzetten. En ga je alle namen? Nee. Ja. Of ik wil wel aan het dood of zo. Ik ben hier, of niet? Ja, ik ben hier. Hallo, hallo. Ik kan eigenlijk niet spreken, hè, tijdens de wedstrijd. Ah, we zijn er. We zijn live. Dus ik zet mijn geluid uit, of niet? Ja, want dat hoor je niet. Op de stream, wat je zegt. Hallo, hallo, test. Hey, hallo. Moet jij niet zeggen, dan moet de presentator zeggen. Lex, Lex, zeg eens iets, zeg eens iets. Hallo, hallo. Hallo, hallo, test. Dat ben ik. Hallo. Ja. Sorry. Komt goed hoor. Ik zeg niks. Maar dat is het geluid van de stream, van de computer. Dat is niet het geluid van de dingen. Dit is het geluid van de computer. Maar dat is het geluid van de stream, van de computer. Ga daar eens dan. Het is het geluid van de computer wat hun geluid oppakt. Dan moeten ze gewoon van verder weg gaan staan. Ja, natuurlijk. Maar het geluid van de micro komt niet door tot aan de computer. Nee. In de sok maakt niet uit, zolang ze maar niet uitvallen. Dat maakt niet uit dat ze zitten, zolang ze niet uitvallen. Zeg, ik moet het eerste sponsorbok al draaien, niet? John? Ja. En dan zet ik het geluid uit, hè, bij mij.
Spreek maar, Max. Ik zet hem weer uit, want we zitten in het reclameblok. Confident I feel when I wear my suit. My heart pumps tension and adrenaline. No more thinking, especially by feeling. Enjoy the ride. Veranderende tijden. Ook Metropool verandert mee. Vandaag neem ik jullie mee op een digitale proefrit met deze mooie nieuwe wagen. Dit is een van de nieuwste wagens in de Land Rover familie. Dit is de Discovery Sport Hybride. Laten we even kijken. Een van de belangrijkste kenmerken van de Discovery Sport is de grote koffer. Je kan ook zien, het is een zeer brede, een zeer diepe koffer. In vergelijking met andere hybride modellen is er geen ruimteverlies door het hybride systeem. Dus die heeft nog wel een zeer vlakke en zeer diepe koffer. Deze wagen is perfect voor jonge gezinnen of mensen die voor hun job of voor hun hobby veel ruimte nodig hebben. Nog een uniek kenmerk van de Discovery Sport is dat de achterbank op rails staat. Dit betekent dat u de zetels naar voor en naar achter kan doen, wat ervoor zorgt dat u nog meer ruimte in de wagen creëert. Wil je wat meer weten over Discovery Sport en er zelf even in zitten? Laat ons iets weten en we proberen jullie zo snel mogelijk te helpen.
Naar hier normaal. Ja. En daar moet niks ingesteld staan. Nee. Max? Ja, we zien hem hier wel, die camlink, maar test. Er komt niks binnen. Test. Nu wel op, hè? Test. Ik kan hem eruit halen, rechtstreeks op de computer zetten. Nou, doe er maar één. Max, ik heb de resultaten nu op de. Ja. Ik ga nu de resultaten van vorige week ga ik nu op de stream zetten. Hè? Ja, maar als ons die goed horen. Hoi, Max. Test. Ik had tijd. Ja, papa. Ja, het marcheert eigenlijk al. Merkt het of niet? Maar de vraag is of het via de computer gaat of via de microfoon. Dat zijn we hier aan het regelen. Dus wij zijn nu. Ja, we zijn blij. Ja, blij. Dat is ons altijd simpel. Ja. Ja. Wait, wait, put the number. Maar dat werkt niet, het werkt niet. Ja. Goedemiddag iedereen. We zijn hier op de zondagmiddag op Braxetta. Ik heb hier naast mij ex-speler van Braxetta en keeper van de heren 1. Goedemiddag. Goedemiddag. De match gaat hier bijna beginnen. Victor heeft vorige week een pandoer gekregen van Gantois. Gewoon een pandoer zou ik het niet noemen. Het was gewoon een heel sterk Gantois. Zijn heel seizoen al uitmuntend. En ja, het was gewoon een klasse hoger. Ja. Welke het gevolg is dat deze match voor beide ploegen van zeer veel belang is? Ja, als Victor hier nooit zult van maken, dan zal het nu moeten. Want als Brax vandaag wint, dan komt Brax op 6 punten voor op Victor ja, te staan. Ja, dan is die gap er inderdaad. En ze moeten, maar Brax moet wel nog 2 keer tegen Gantois, dus dat is natuurlijk wel... Ja. En, ja, we zijn nog maar op de tweede speeldag van de play-offs, hè, dus heel veel is nog mogelijk. Maar het gat, als ik het zo mag noemen, moeten ze dan wel vermijden natuurlijk. Gantois is op zich al uncatchable, dus die gaan waarschijnlijk die eerste plaats ja. Ik denk dat Gantois inderdaad echt de absolute titelkandidaat is. Daar zijn we zeker van. Ze staan 8 punten voor op de eerste achtervolger Braxetta. Ja. Dus dat is eigenlijk onmogelijk om het te pakken. Ja, geld. Inderdaad. Ja, die bal was te snel de cirkel in. Goede receptie. Voor Victory zijn er deze week geen veranderingen wat de opstelling betreft. Net zoals vorige week staat Justine van Laten in de ploeg in plaats van Lieselot Fransen. Maar er zijn geen gekwetsten. Ja, bij Brax hebben we er eentje die wel op het wedstrijdblad staat, maar waarschijnlijk niet speelt. Dat is Lien van Dieren. En ten opzichte van vorige week speelt Ster Jespers deze week niet mee. Ja. Mooie pas in de cirkel. Ja. Eerste dreiging van Victory. Tijd wordt ook even stilgezet, maar niet duidelijk waarom.
tijd staat nog altijd stil. We gaan terug doorspelen. Goede actie. Zeer goede circle entry. Kleine duwfout, maar precies niet gefloten. Nee, het was zeer rommelig. Van der Meijer, outlet. Ah, ze pressen toch wel heel hoog. En dat is wel, daar hebben we de laatste wedstrijden niet heel vaak gezien. Tegen Gantoise hebben ze ervoor gekozen om toch wel lager te gaan spelen. Als je die een spel laat spelen, dan is het zeer moeilijk om daar nooit tegen te doen. Ja, klopt. Dus voor de victory-kijker thuis zal het dan toch wel een iets aangenamere match zijn om naar te kijken. Ja, goed interceptie meer, van der Meijer. Savel is diep, gaat de bal op naar toe. Goeie bal. Een counter. Ja, twee Belgische toppers. De bal hoort. Goede redding. Niet al te moeilijke redding, maar wel nodig om al niet meteen achter te komen. Oké, gewoon nu aan de bal. Ja, zijn voetje, denk ik. Ja, klopt. Gaat weer richting de goal. Een mooie combinatie. Staat helemaal vrij. Goed verdedigd door Josephine Shields. Van der Meijer en Versavel vinden elkaar wel makkelijk op het veld. Ja. Vooral het middenveld. Hè. Heel veel ruimte precies toch wel. Ze raken er toch iets te gemakkelijk door. Goeie foutje. Nu is het toch de kwestie om de ruimte te zoeken aan de rechterkant. Er is toch enorm veel ruimte. Daar zullen ze wel een beetje sneller moeten omschakelen. Ja, van wie bent twee families op het veld bij Brecht. Dus twee keer zussen. Wel opvallend. Hier eentje ervan, Astrid van der Meijer met druk op de bal. Ja, mindere aanname. Oké, prima. Overlap, zou ik zo maar zeggen. Ja. Snel gespeeld. Bal op Astrid van der Meijer. De waard langs de lijn, maar schoot hem terug naar Lore Gillewaard. Goede gedrevenheid bij de samen. Ja. Toch wel verrassend bij Brex hoeveel jonge meisjes eigen jeugd er natuurlijk wel spelen. En... Hè. Ja. Heel goede stijl van dat is vooral over eigenlijk heel veel in de damescompetitie in België. Als je dat vergelijkt met de mannencompetitie, dat er veel meer met eigen jeugd is gespeeld. Ja. Ja, klopt. Bij Victorie zijn nu ook aan het doorkomen. Toch wel opvallend. Een aantal jonge dames die mee aan het trainen zijn en toch ook wel het niveau halen. Alleen nog iets te jong natuurlijk Op dit moment denk ik dat er om in de strijd te gooien. Hè. In de selectie 1 U16 speelster staat en 1 U19. Maar heel veel nog uren 20 speelsters. Ja, een prima actie. Prima actie. Schot van Van der Meijer. Ja. Ja. Iets te scherpe hoek denk ik om een keeper te verrassen. Naar mijn mening. Ja. Dat heb ik toch aangezet. Jammer. Goeie hoge press van Brex.
Wout aan de bal. Zijn Dexit gezien, ja. Speelt ook van dit seizoen pas mee? Of, Vorig seizoen sporadisch. Dit seizoen, dat is nog een U16 eigenlijk. Oké. Maar speelt nu met de U19. Ja. En voor de rest hebben wij van de brede kern hebben wij nog Julie van Laar, die nog U19 is. En Helle Verlinde en dan Romy, die nu ook meespeelt. Die is eerste jaar U19 en Sarie Espers is tweede jaar U19. Als je jezelf kunt laten omringen natuurlijk door een aantal, aantal klassevolle. Ja, goede bal in de cirkel. Oh. Ja. Ah, nu is Victor toch wel een beetje ingezakken terug. Ja. Lien Hillewaard van de bal. Een van de Red Panthers bij Brax. Ja, goede interceptie wel. Ja, weer al, komt ze weer al vlot tussen. Hè. Mooie combinatie. En dan Louise van Savel op snelheid. Ah ja. Wordt ernaast getipt. Door een speelster van Victory. Ja. Ja, ik had het niet goed gezien. Hè. Ja, die bal gaat. Iets te vlotte cirkeling. Ja, iets te, ja, die bal mag er wel dat moment niet in gaan. Dus, maar Brax gaat ook niet voor de full press. Nee, maar speelt toch wel in, vrij in hoog. In een goede structuur. En daardoor komen dit soort gaten natuurlijk wel. Van, ik kijk gewoon nu. De international van ja, Victory. Oh, dat is heel van mooi uitgespeeld. En Van Onstum langs de lijn, ja, die is, dat daar is snel goed gespeeld. Scheerts en Van der Meijer volgen. Mooi op counter, maar slechte aanname. Volgens mij was daar een fout, maar save. Toch een schot op doel. Geweldige safe, nee, en gaan naast. Dat is toch wel een goede save hoor. Vlak bij de keeper, niet altijd even gemakkelijk. En van heel dicht natuurlijk. Heel dicht, was een grote kans. Ja. En als je ziet, als Victor moet opletten en als Brax versnellen, dan kunnen ze gevaarlijk zijn. De laatste aanval toch wel snel voorbij. Ja. Van Grimbergen aan de bal. Goeie bal van Perez. Van der Meijer. Naar Van der Meijer. De bal terug achteruit. Terug wel hoger te drukken. Ja. Maakt het, maar als vanuit dat Victor die hoogdruvig zit, dan zijn er fouten bij. Ja, dan komen ze er inderdaad niet zo heel gemakkelijk meer uit. Hè. Maar soms gaan ze dan half wel, half niet. En dan is het heel gevaarlijk, want dan komen er gaten. Ja, en dan kan Brax met de snelheid er voorbij gaan. Ja, goede pas. Hup, en nu versnellen. Goede aanname. Goed, vlotte cirkeling. Van Grimbergen mist de bal. Ja. Oh, een goal. Een goal. Eerste schot. Eerste kans, eerste goal van Lieke Hulzen. Ja. Prima goal. Heel mooi voorgegeven. Was een beetje ongelukkig voor de voeten van Lieke Hulzen gevallen. En die maakt het gewoon genadeloos af. Zo kennen we ze natuurlijk wel op Victory. Moet je niet moet, nadenken, gewoon tegen die bal staan. Ja, klopt. En dat kan Lieke als geen ander. En dan is de match direct begonnen natuurlijk. En zo staat het toch wel ineens toch vrij onverwacht op 0-1 voor Victory. Maar Brax laat het er niet bij liggen, zo te zien. Sophie Scheert, dat was een voetje. Dat scheids niet gezien, denk ik. En dan kan Victor terug op de counter gaan. Goede interceptie van Verstavel. Die is in vorm vandaag.
eerste kwart, ja, zo zie je maar. Het kan gewoon heel snel gaan. Hè. Als je eigen kans niet afmaakt, dan... Nee, inderdaad. Kan de bal aan de andere kant in de goal vallen. Brax inderdaad al twee groepen. Ex-speelster van Braxetta. Ja, klopt. Geeft nog altijd training op Braxetta. Staan nu hoog te drukken, gaat prima. Oh, goeie stiel. En de scheidsrechter, ik betwijfel het. Ik heb niet een voetje gezien. Ja. Als je in de schuldstand of iets om direct te stoppen met spelen, dan is het scheidsrechter eerder genoeg. Klopt. Die als jij als scheidsrechter kunnen we aan. Niet altijd de juiste beslissing misschien ook niet, maar brengt wel heel veel verwarring. Het is wel druk natuurlijk, ja. Ja, de concentratie bij Brax in het rondspel is er nog niet. Ja, en die bal gaat erover. Sophie Scheerts. Goede touch. Ja, heel goede touch. Louise Albertijn. Ja. Net voor Kim Vroos haar stiekje de bal eronder. Ja, het is ook wel van de scheidsrechter. Ja, het concentratieniveau bij Braxetta nog een beetje hoger kan liggen. Toch wel een paar foutjes die gewoon te voorkomen zijn als je gewoon... Ja, het is een heel evenwichtige wedstrijd, denk ik wel. Ik denk dat het balbezit ook wel ongeveer gelijk zal liggen. Brax heeft natuurlijk wel een aantal meer kansen meer gehad. Maar het staat wel 1-0 voor Victory. Ja, en dat is iets dat we de afgelopen weken, kan ik wel zeggen, op Victory enorm gemist hebben. Nee, die efficiëntie. Ja, dat heeft ons heel veel pijn gedaan. De scheids. Weer een geweldige stiel van Alisson Smith. Maar dat was wel een duidelijke kick. Hoe dat de scheids dat niet heeft kunnen zien. Dat weet ik niet. Dat wordt de enorm... eerste kaart van de match. Of is het een waarschuwing? Ik denk dat hij de kaart niet gaat geven. Nee, het is een eerste waarschuwing. Ja. Van Grimbergen maakt zich kwaad. Ja. Het zal misschien ook wat frustratie zijn van haar missen van daarnet. Geeft Victory een 23 meter bal. Op de laatste wedstrijd bij Brax missen we de efficiëntie ook. Je ziet dat wij de voormatch tegen Antwerpen 1-1 gelijk spelen. Ja, maar toch wel veel meer kansen hadden, zeker in de tweede helft. En aan een discutabele fase die tot ons vroeg had kunnen leiden, die dan niet gesloten wordt. Maar daar mag het uiteindelijk niet aan liggen als je zoveel kansen hebt. Nee, sowieso niet. Dat maakt het natuurlijk wel altijd heel zuur, maar de kansen moet je gewoon afwerken. Ja, en als je ziet dat een van onze betere speelsters, Lien van Dieren, vandaag waarschijnlijk niet gaat spelen. Ik denk dat we de topscorer op dit moment, dan is het moeilijk. Ja, klopt. Ja. Het is prima gelaten. Bal uitspelen voor Victory. Fantastisch. Direct gespeeld. Weer een goede bal op middenveld. Heel waard met druk op de bal. Een van de U21 speelsters van Brax. Ja. En bij ons ook Rachel Windhagen. Ook U21. Belangrijke factor geworden bij ons op het middenveld. Weer een foutje van Victory in de achterhoede. Zeker op... bij de dames in België, als je zo van die jonge speelsters hebt, heeft een zekere meerwaarde. Kommetje, afgeblokt door Louise Albertijn. Ja. En dan gaat Sylvia Perez met de druk op de bal. Ja, dan is die press weer gelukt en deze keer had Laurent hem wel er heel clean uit. Ja, heel goed uit. Oeh, dat was... Ja. Ze gaan gewoon de bal eruit pushen in plaats van... En zo gaan we weer over tot een counter. Druk van Albertijn. Ja, goed laten lopen en dan moet ze die 5 meter pakken. Dan moet ze die inderdaad snel spelen, maar ze mist en dat is jammer. Ja. Slagen vaak die arbeidscentrale verdediger over bij Brax. Het geval is omdat Victory redelijk laag staat. Zo lijkt er ook wel op dat we denk ik het eerste kwart gaan afronden met een 0-1 scoren. Een obstructiefout, ja. Maar als je nog niet gespeeld, het staat niet op 5 meter snel gespeeld van der Meijden. Nee, het staat inderdaad niet op 5 meter. In de rug. Had de scheidsrechter misschien wel kunnen fluiten. Hè? Maar voor haar man staan kon de pas niet spelen.
een geweldige, geweldige tackleback. Zo gaan we het einde van het eerste kwartier met nog een laatste actie van Brax. Over de rechterkant. Ik kijk gewoon maar, ja, obstructiefoutje van Victory. Ja. Scheidsrichter kijkt op zijn klok en ja, fluit af. Fluit af. 0-1 voor Victory. Ja. Changed in the last 50 years, including us. One thing's remained the same, staying true to our original vision. Klaar voor de start van de tweede helft. Alles is nog mogelijk. Uiteindelijk gaat de match gelijk op. Al een paar goede saves gezien van de keeper van Victory. Ja, toch wel een paar goede reddingen. De eerste redding was eigenlijk al direct in de eerste minuut. Dat was nodig. Het was niet moeilijk, maar je moet het wel pakken. Nee, het was geen moeilijke redding, maar toch wel een bal die je moet hebben. Ja. En dat geeft natuurlijk weer extra druk. Je had Judith van der Meijer misschien iets hadden mogen afwerken. Romy van Olsen gaat er goed uit. Ja. En die tweede bal was voor mij wel echt een uitstekende redding. Van heel dichtbij, dicht bij de keeper. Dat zijn echt niet de gemakkelijkste ballen. De vraag dat hij daar moet shotten of moet doorlopen. Ja, in de hoek moet pushen. Hè. Inderdaad. Dus misschien dat er veel druk op stond van de persoon voor jou. Nee, zeker niet. En dat probeer ik bij ons op training ook wel vaak mee te geven aan de aanvallers. Dat het echt voor een keeper zoveel moeilijker is om die bal gewoon in de hoek te pushen. Ja, voilà. dan echt gewoon op de keeper te spelen. Maar dan moet je ook wel zien dat die push hard is. Ja, hoeft zelfs niet heel hard te zijn. Hè. We spreken over een bal. Die shot wordt van op het strookpunt, dus dat is niet heel veel tijd voor de keeper om te reageren. Nu zeer hoge druk van Victory. Gaat Van Grimbergen met haar trademark flat. Oeh, ze gaat die shotten. Dat zien we niet vaak. Goede paal van Lore. Victory een beetje terugzakken, maar ik heb het gevoel dat dat wel de bedoeling is en dat ze meer op die counter gaan spelen. Je ziet dat Brax heel veel foutjes maakt. Maar Nicolas Marchand ligt de tijd stil. Ja, het is, ze is uitgegleden. Ja. En dat kan wel iets pijn doen. Ja. Zo te zien zal het allemaal wel meevallen. Ja. Goeie dribbel, maar ze raakt er net niet door. Maar daardoor is wel dus ruimte om de bal er terug uit te spelen. Druk van Sophie Scheers. Dat was een ambetante bal, maar goed aangenomen.
er is ruimte aan de flanken, hè. Maar van achter lopen ze het wel echt goed dicht, inderdaad. Goede interceptie. Dat Braxis moet weer via de andere kant eruit te spelen. De pak staat ook heel laag op ja, de bal. Ja, en Victory komt nu weer een pak hoger. Ja, ja bal gemist en daarom kan Meijer doorspelen. Ja. Speelt via Sos. Frustratie bij Judith van der Meijer. Had verwacht dat Sofie Seers die bal ging hebben. Bal over de flank, kan ik goed zien wie hem aanneemt. Ik denk dat de bal bij Van Gundering is, hij speelt hem eruit naar Van der Meijer. Is wel echt de patroon bij Brecht natuurlijk. Ja, klopt. Bijna alles gaat via haar. Na het vertrek van een infoben heb je natuurlijk wel zo iemand nodig. Hè. Ja, en het jaar daarvoor Barbara Nelen en dan ook van Pauline Leclerc, die daar oranje-rood is getrokken. Klopt. Maar ik heb het nu specifiek over die centrale verdedigerspositie. Ja, ja, als je daar iemand kwijtspeelt met de capaciteiten van een infoben, ja, dan is het moeilijk. En daar hebben wij dus, die bal wordt omhoog gewipt en op de key van Sean dat ik gewoon doe. Ja, daar hebben wij dus... Florin van Grimbergen in plaats gehaald, in plaats van Aline Vobbe. Ja. En zo te zien wel een sterke speelster. Sterke speelster, ja. Heeft ook, net zoals Aline Vobbe, een zeer sterke flat. Ja. Flatsen ook allebei bij de PC op doel. Er zijn wel wat gelijkenissen tussen de twee. Ja. En dan ook nog op middenveld zijn we dus Pauline de Kleek kwijtgeraakt. Ja. Wel een zeer goede speelster. Maar als je dat kunt opvangen met heel veel jeugd en toch nog dan die play-offs haalt Maar het ding dat we in... De ambitie. Ja, de bal was te snel in de cirkel. Dus, Goeie druk van Sossiers, maar Victory geraakt eruit. Ja, ze geraken eruit. Goeie harde passing. Nu is het even zoeken. Nu gaan ze inderdaad terug het kommetje aanspelen. En dan terug via de flankje eruit te geraken. Hè. Ja. Goede fake. Ja, ik kan heel goed vertrekken. Rachel Windhagen kan de cirkel weer binnenkomen. Het schot op doel, ja. Ja, hier had ze misschien toch wel mogen kiezen voor een bal voor doel. Ja, ja maar ik denk dat er meer mensen van Brak zullen. Maar ja, de kans dat hij dan op een voetje komt. Ja, of kijk gewoon naar die eerste goal. Ja, gewoon voor de stick valt en dan. Ja. En schot was ook niet hard genoeg. Ja. Die bal komt er weer binnen. Ja. Maar deze keer wordt hem wel... Een kipje van het niveau van Irina Sotchu. Die bal vanaf daar wordt hoogstwaarschijnlijk niet binnen laten. Ja, ja. Heel scherpe hoek weer al. Hè. Ja. Ja, zo hebben we wel het voorbije jaar al twee echte schone goals gescoord op de rechtstap, maar uit de korte hoek. Het kan. Maar, de kans is gewoon zo klein en dan moet je hem echt al heel goed plaatsen. Weer al balverlies, die bal gaat weer een stikkeling. Ik denk, ik heb een voetje gezien, maar ik ben... ik hoorde ook geen stik, maar... Scheidsrechter fluiten niet, dat is geen hoge bal. Dat is wel een voet en dat is een PC. Dat is een PC. Dat was een zeer duidelijke voet. Dat was een zeer duidelijke voet, ja. Ja, Nicola maakt wel wat veel foutjes vandaag. Maar... Daar komt Brachetta toch wel goed weg, want dat was voor mij wel een heel duidelijke voet. Ja. De andere scheidsrechter, hij zou dat in principe wel moeten zien. Hij zou dat duidelijk gezien hebben. Ja. Ja. Hij gaat op wandel, zoals zo vaak op de voet. Ja. En deze keer ziet hij het wel. Ja. Nee, het is, maar, het is jammer. Ja, de bal verandert van richting daar bij Van Grimbergen en daar stikken ze in de lucht. Dus. Louise Albertijn probeert de bal te houden, maar verliest hem dan toch. Goede interceptie van Lien Hillewaard en gaat die bal de cirkel in. Wordt er mooi uitgehaald door Anne-Sophie Wijns. Kraakt zelfs niet voorbij de eerste linie die bal. Dat is al een tweede sprint bij Brecht zetten van mij. Nu even best de bal verleggen. Ja. Want er is heel veel volk van Brax ook op de linkerkant. De structuur bij Brax staat wel goed. Zeker als Victory daar zo'n fout mee te maken. Ja, dat zijn toch die stuiterballen. Dat is ook weer fout. Die vaak terugkomen. Scheidsrechters.
scheidsrechter is gewezen in de verschillende directies. Dan is het moeilijk om te zien voor de speelsters natuurlijk voor wie dat de bal is. Maar uiteindelijk is de bal wel was de voet van Braxata, dus de bal voor Victory. Ah, Lieke Hulze zakt nu al heel laag. Staat normaal eigenlijk van voor. Heeft bij Den Bosch ook altijd van voor gespeeld. Zoals die eerste goal is eigenlijk gewoon echt een goaltjesdief. Ja, voilà. En is nu een beetje gedwongen om lager te zakken, maar ik vind dat ze nu al heel laag de bal komt vragen. Ja. Ja, dat hebben wij ook bij ons. Hè. We hebben Louis Verstavel die dan soms middenveld speelt, soms aanval. Ja. Ik dacht waar je die echte toppers nodig hebt. Hè. Ja, ja, klopt. Ja, dat klopt. Zijn echt, de betere spelers in de competitie. En dan... Maar als je dan ziet wat voor goal dat ze van voor maken, dan is het af en toe toch wel jammer dat ze zo diep komen zakken, denk ik. Ja, maar ja. Vorig jaar heeft Judith van der Meijer ook heel veel centraal verdedigers staan. Ja. En dat kan ze natuurlijk heel goed, maar als ze op middenveld staat, dan heb je natuurlijk... Ja, dat zijn echt hun posities. Hè. Gaan weer heel vlot door het middenveld. Ja. Maar ik raak er nu niet uit. Nee. Ja, een sterke as in het midden bij Brax. Dus dat is wel... Het is toch wel opmerkelijk dat Brax echt kiest voor altijd door het midden te gaan. En Victory de kantjes opzoekt, zou ik zo maar zeggen. En ja, de lange ballen. Oh, goede touch van Louise Albertijn. Ja, kom zus naar door. Zus. Gaat er binnen. Mooi dribbel. Ja, mooi, maar dan is het weer dribbel, niet nee, Albertijn. Ah, dan dat is een dégagé. Dat is een dégagé. Ja, hij moet iets fluiten. Ja, maar... Ja, Lieke Hulze komt er heel mooi tussen. Ik denk ook heel nodig. Ja. Want anders was het gewoon een vrij shot op goal. En, ja. En die bal moet eigenlijk altijd zitten. Die bal moet zitten, maar... Moet altijd zitten. Dat is eigenlijk een tweedelig verhaal. Want die eerste push van de assist... Was ook te zacht. Was volledig gemist en die bal moet er altijd in. Maar het zijn wel eigenlijk 3-4 grote kansen voor Brax. Klopt. Die moet er toch minstens eentje nog over zijn. Als je ziet dat Victory eigenlijk nog geen enkele van zo'n echte open kans heeft gehad. Nee. Dat is wat ik er net ook zei. Heel efficiënt en dat hebben we de laatste wedstrijden enorm gemist. Maar ook eens mee zitten natuurlijk. Hè. Ja, klopt. En je moet niet altijd... Dat is geen slimme touch. Dat is een lange corner hier. Je moet niet altijd goed spelen om die wedstrijd te winnen. Hè. Dat is het mooie soms. Het mooie aan het sport. Als de bus altijd wint, dan is het spijtig. Dan is de match meestal al gespeeld, voordat we zelfs aan het begin. Ja, komen ze. Ja, hoge druk. Ik raak er net niet tussen, Sofia via Rengo. Goede interceptie van Emilie Albertijn. Loor Hielewaard, te afwachtend gespeeld van Assis van der Meijer. Oh, wel een heel mooi dribbel. En dan heel moet je wel breed. Oh, ja, inderdaad. Dan zet dat te veel voor de assist. Ja, en hier had ze inderdaad beter gewoon breed gekozen. Rond kunnen spelen. Druk van de Waad. Ja, Rachel Windhuizen gaat door de lijn. Ja, speelt de bal door het midden en geraakt wel. Ja, voetje van Victor. Sofia Ringel kan de bal niet aannemen. Wat dat wel jammer is. Maar het valt echt wel op dat Victor die echt de zijkanten opzoekt. En Brax. Vooral door het midden wil spelen. Maar er ligt wel ruimte bij Victorie in het midden. Achter de linie van de middenvelders tot aan de verdedigers is er een gat. Bal. Goed gespeeld. Weer door het middenveld. Dat is een voet push. In de rug. Een hand in de rug. Goed safe van Lotte. Ja. Verwerkt de bal goed langs de zijkant. Weer geen harde bal, maar wel een goede push. Ja, en deze keer wel richting de hoek. Richting de hoek, maar het maakt het al iets moeilijker voor de keeper. Dat is volgens mij wel een PC. Het is niet omdat er in het begin een fout is van Victory, dat je die tweede fout dan niet mag fluiten, ook van Victory. En dat je op zich gewoon de tweede fout nemen, maar ja. Kijk gewoon hoe gaat de cirkel binnen. Ja, zijn de cirkel op zoek binnen. Naar de PC. Ja, ik denk dat we nu halverwege de
het tweede kwart zitten en er zijn nog altijd geen PC's gevallen. Nee. Dus wij zijn aan het wachten op de eerste PC's. Ja. Ik weet niet of Victory veel scoort op PC's. Nee, het is toch teleurstellend. Ik denk in de laatste drie duels hebben we 11 PC's gehad. Ja, foutje van Sof was niet... niet de goede plaats om die fout te maken. Nee. Het was niet met verkeerde intenties, maar het is wel je mist de bal volledig. Ja. Nee, zoals ik zei, Victor heeft de laatste drie duels 11 PC's gehad en geen enkel doel gemaakt. Ja, bij Brax gaan er wel een paar binnen, maar op zich ook te weinig. Ah, goed gespeeld van Philippe van der Meijeren. Hoppa. En dan, maar het, als Brax gewoon een turboknop aanzet en elke val, ja, dat maakt niet, hè, sliden. Was het, ik weet niet of ze de bal op haar lichaam raakt of niet, maar ik denk het niet. Sliden heeft zich niet toegestaan. Richting de bal. Was het een sliding of feels? Nou, het was wel een zeer duidelijke sliding, denk ik. Maar ze slide ook niet richting de bal. Ik denk dat de volgende keer dat wel bestraft gaat worden. Brax gaat weer een beetje hoger drukken. Ja, goede druk van Loren. Ik denk dat ze de nood wel voelen om die gelijkmakers te maken. Als je die gelijkmaker juist voor de rust kan maken... Dat is een belangrijke mentale boost. En zeker als je zoveel kansen hebt gecreëerd. Dan weet je... Ja. Die was bijna iemand van Victory op de bank geblesseerd geraakt. Dan zie je dat Brax eigenlijk heel laag staat als je ziet dat de bal op de middellijn wordt genomen, dat er niemand echt... Niemand echt in de cirkel staat. Hè? Nee, ja. Oh, weer al goed gespeeld van Philippe van der Meijeren. Heel mooi stil. Okay. Ik denk dat Brax gaat proberen de bal daar te houden. Dus je ziet dat hij geen foutje maakt. Ja. Die Kyoze raakt eruit en krijgt het foutje mee. Dat is niveau en ervaring. Hè, dat is die ervaring inderdaad. Als je weet dat je met rond drie spelers staat, en dan krijg je dat foutje wel gemakkelijker mee natuurlijk. Ja, goed gespeeld van Louis de Savel naar Louis de Waad. Ja, goede stil van Tash. En hier bij Victor is hij ook heel weinig mensen van voor. Ja, de aansluiting. Heel weinig mogelijkheden om die bal door te spelen. Dus dan zal het wel moeten van zo van die individuele loopacties. Ja. En dat lukt dan bij Brax gaat dat wel? Want daar heb je een paar, maar... Ja, bij Victory is het iets lastiger. En, ja, begin die niet. Bal gaat over de zijlijn. Victor probeert ze vast te zetten. Ook een verschil hier in het dataloop. Dat je geen hoge bal hebt, net zoals bij de heren. Nee. Als je steeds gaat... Dus die pressing is wel efficiënt, ja, maar moet je natuurlijk wel stoppen. En dan zijn er twee U19 speels van Brax door. Vriendinnen, ja, obstructie. Dat is een obstructiefout. Ja. Maar te licht om een PC te slaan. Slim gespeeld van Victory. Ja. Bal moet tegen de cirkel worden genomen. Gaat Versaal waarschijnlijk snel nemen. Loopt de 5 meter. Dat was een nipte 5 meter en dan is die bal op de voet geweest. Ja, die is op de eerste PC van de match. Ja, eerste PC voor... Dan gaan we zien. De scheidsrechters zijn even in overleg, denk ik. Nee, Van Vuren staat erop. Ja. De scheidsrechters zijn even in overleg aan het gaan, maar geen verandering. Het was een duidelijke voet. De vraag is natuurlijk of ze 5 meter heeft gelopen, maar... Ik denk het wel. Dat is natuurlijk een heel speciale regel. Ja. Dat is interpretatie. Zeker met al die regels zijn een beetje... Ik kan nooit 5 meter aftekenen op een hockeyveld natuurlijk. Nee, sowieso niet. Of ze moeten beginnen met een finishing spray. Hè. Ja, voilà, zoals we... Maar ja, het spel ligt niet stil. Hè. Een grote geel driehoek in een finishing spray. Ja, maar ja. Ik weet niet of dat zo goed is voor het veld, voor de velden. Nee, denk ik ook niet. Maar ja, zo gaan we naar de eerste PC van de wedstrijd. Toch wel opvallend. Victory in hun laatste drie duels 21 PC's tegengekregen. Maar er zijn wel maar 2 goals binnengegaan. En ze wel een sterke verdediging. Dan heb je wel een sterke verdediging in de PC. Maar je ziet ook wel bij de dame dat er...
die bal is slecht aangeven. Ja. En dan gaat stikslag wel. Heel veel de bal ruimte wordt doorgespeeld. Voor... Oh, en die gaat ernaast. Die gaat ernaast. Ja. Ja. Zo'n kansen moet je Ik weet niet of het de bedoeling was. Er was heel veel ruimte bij Van der Meijden. Ja, ik denk als je de bal laat lopen, dat je hem eigenlijk buiten de cirkel wilt aannemen. Om een hoog, hoog schot op doel te kunnen doen. Hè. Maar dat was gewoon... Eerste aangif van de match was een beetje verkeerd. Ja, goed gedrukt van Romy van Omsen. En dan... Dat is een voetje, denk ik. Ja. Ik heb het voetje gezien. Ja, maar hij zag het wel, maar hij had het gewoon moeten laten. Ja. Ja. Dat is als hij de bal op de zijlijn geeft, mogen we natuurlijk niet gewoon in het spel leggen. Heel weinig beweging, hè? Heel weinig beweging. Hè? Iedereen staat super stil. Ja, gelukkig. Dat maakt het natuurlijk wel moeilijk om een bal in te spelen. Hè? Interceptie van De Waad, ja, die bal moet deftig. Ja, heel goede bal van Kim Vroos naar Solé Contardi. Die had ervoor kiezen om de lijnen op te zoeken. Die is technisch sterk verdedigd. Ja, zo gaan we de halftime in met een 0-1 stand voor Victory. We zullen zien wat Victory brengt na de reclame. En wat Brax brengt, dat ze een ander spel gaan brengen. Om andere ruststanden door te geven. Ja. Oké. Okay. Zullen we eens even kijken wat de andere standen zijn? We staan niet op stil, hè? Jawel. Hoort ons. En even zien wat dat de andere wedstrijden die aanwezig zijn. Pontoise staat 2-0 voor tegen Antwerp. Een verwachte score. Zeker na wat ik vorige week gezien heb van Gantois. Enorm sterk team. En Antwerp, zoals je zei, was niet super tegen Brax. Ja. En Dragon staat 2-0 voor tegen Racing. Dat is natuurlijk de andere poelen. Ja, andere poelen met... zo te zien is... wij kunnen de resultaten van de tussenstand van de match van Dering en Heracles nog niet bekijken. Wordt niet doorgegeven op de... Nee, wordt niet doorgegeven op de app van Hockey.be. De aankoop van een elektrische auto is opmerkelijk duurder ten opzichte van een diesel of een benzine. Maar dat klopt niet helemaal. Als we dit gaan willen vergelijken, dan moeten we kijken naar de total cost of ownership. Hoe lang wil jij die auto bijhouden en hoeveel kilometers rij je per jaar? Als we dan gaan kijken naar je BIV, je belasting in verkeersstelling, dan zien we meteen dat je eigenlijk al een pak meer betaalt wanneer je kiest voor een 2 liter diesel ten opzichte van bijvoorbeeld een plug-in hybrid
of een volledige elektrische auto. Maar ook je jaarlijkse rijtax, je voordelen alle aard en je fiscale aftrekbaarheid zorgen samen voor duizenden euro's in verschil. En daar stopt het natuurlijk niet, want je gaat vandaag misschien nu tanken en straks ga je opladen. En ook die kosten hebben een enorm verschil. Het zijn voordelen. En al deze zaken zijn een voordeel in die total cost of ownership. Ben jij nieuwsgierig naar hoeveel jij kan uitsparen? Neem dan zeker en vast contact op met Metropool. What's changed in the last 50 years, including us? One thing's remained the same, staying true to our original vision.
En we zijn klaar voor de start van de tweede helft. Yes, yes, yes. Zal Brax met een nieuw matchplan komen of gaan ze gewoon vasthouden aan hun, hun plan dat ze nu hadden? Goh, ik vind dat ze het eigenlijk niet slecht doen. Ze creëren de kansen, ze creëren de... Ja, ze hebben toch, in mijn ogen, toch 3-4 echt grote kansen gehad die ze kunnen afmaken. Het ligt niet aan de tactiek eigenlijk. Nee, zeker niet, zeker niet. Het is nu de vraag hoe gaan ze daarmee om. Hè. Houden ze het geloof in dat die bal nog binnen kan? Hè. Ah, het is natuurlijk nog maar de tweede helft en nu gaat beginnen. Anderzijds victory, heel weinig kansen, maar ja, ik denk efficiëntie 100%. Hè. Ja, wel zeker. Ik denk dat ze één keer op doel hebben geschoten en die bal ging er gewoon in. Ja. Ik denk als Victory deze match wint, dan komt Victory en Brax op gelijke hoogte te staan. Ja. En als het er nu verder gaat bij Gontwaas Antwerp, waar Gontwaas 2-0 voor staat, ik verwacht niet dat Gontwaas die match nog gaat verliezen. Dan staan er drie ploegen allemaal in een spanne van 1 punt. Waardoor dat eigenlijk, de strijd helemaal open ligt. Ja, klopt. Wel, klopt heel klopt. Belangrijk om je te vermelden, is dat Victory heeft de competitie voor de play-offs geëindigd met een oneven aantal punten. Waardoor dat ze zijn geëindigd met 21 punten. Dat is dan gehalveerd geweest naar 10. Waardoor ze eigenlijk een half punt zijn kwijtgeraakt. Dus als Victory deze match wint, en het zal het einde zijn, omdat Victory dan eigenlijk de half punt heeft, gaan zij door in plaats van Brax. Dus in plaats van doelsaldo gaan we dan kijken naar het halve puntje. Ja, ja. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld Brax en Antwerpen kijkt, die allebei geen half puntje heeft, dan kijk je wel naar doelsaldo. Ja, naar doelsaldo. Dat maakt het natuurlijk weer heel ingewikkeld. Ja, ja. Maar daar houden we van in Belgisch hockey. Ja, Belgisch hockey, fantastisch. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Elk jaar een nieuw format. Ja. Eén keer een play-off met 3 ronden. Deze keer doen we een goede steal van Victory. Ja, maar krijgt de bal net niet bij Anne-Sophie Wijns. Die dan nu toch wel heel hoog speelt. Hè. Staat nu van voor. Speelt bij de Red Panthers ook van voor. Bij Victory speelt ze op de rechtsback. Ja, wel verrast De linksback. Dat er iemand van zo'n niveau op de linksback staat. Zou je niet verwachten. Ja, nee, doet het echt heel goed op die positie. Ja, en ik denk dat ook wel haar positie is. Ja, Hulsen dacht voor de bal, maar ik kijk gewoon dat er gewoon voorbij. En dan gaat bij een nationaal team moet je natuurlijk ook kijken naar de kwaliteiten die er zijn en op welke positie die er zijn. Ja, en dan is het een beetje opvullen. Hè. Ja. Niet iedereen kan op zijn geliefkoorde positie staan. Nee, sowieso niet. Ook alleen de echte vaste waarden zie je. Ja, klopt. Daarom dat het niveau ook niet op zich, daarom dat eigenlijk op dat niveau de speelsters die geselecteerd worden niet ook allemaal de beste speelsters zijn, maar je moet ook zien dat je een ploeg kan vormen. Je kan dus dat is heel belangrijk. Je kan moeilijk allemaal aanvallers en middenvelders pakken en verdediging achterwege laten. Stop. Is Albertijn op dat was een mythe. Ja, en een flat PC. Ik dacht het. Ik vind het zeer streng, omdat je... Het is streng, maar... Het is de eerste keer dat het voorkomt. Ik vond het 5 meter. Ja. Dat was het eerste dat mij opkwam. Ja, het was niet slim, maar Van der Meijer, zoals we herkennen, gaat zwaar in discussie. Ja. Dat is natuurlijk het slechte, of voor Victor in dit moment het goede van die 5-meter-regel. Ja. Het is geen exacte wetenschap, dus dat maakt het heel moeilijk. Ja, zeker de nieuwe regel met de hoge bal, er is nog minder wetenschap. Dat is dus dan kijken we naar de eerste PC van Victory. Zoals ik gemeld had, de afgelopen 3 duels 3 PC's gehad en geen enkele ging binnen. Dus hopen dat we daar eens even verandering kunnen brengen. Hè. Kim Vroos en Rachel Windhagen op de top. Normaal zou hij naar Rachel Windhagen moeten gaan. Wordt goed gestopt. En die gaat binnen. Door de benen. Die gaat binnen. Door de benen. Oh, binnen. Ja, dan, zo blijft de efficiëntie gewoon op 100%. Ja, zeker, zeker. De efficiëntie blijft op 100%. Kans 1 PC, het staat gewoon 0-2. Zo snel kan het gaan. En dat maakt het voor Brax natuurlijk nog moeilijker. Hè. Ja, je hebt zoveel kansen die dat niet binnen gaan. En, dan komen ze gewoon 2 keer voor doel en ze maken het af. Dat zeker, maar dan moet je... Je wordt een zeer moeilijke taak nu voor Brax om deze nog goed te maken. Ook een heel goede plek om te slepen. Hè. Zie je bij het mannenhockey ook heel vaak rond de voeten van de keeper. Ja, ja. Heel moeilijk
om die bal te pakken. Als je nog de halve finale bij de mannen op het EK kan herinneren, daar, bij België-Duitsland, daar stond Victor Ali in doel en die haalde alle ballen eruit. Maar de bal door de benen die ging er... Die ging er heel vlot in. Hè? Ging heel vlot in. Het zijn vaak ook de kleinere kippen die met hun benen iets beter gaan staan. En dan... wat? Ja. Goed, speelt van Romina Hansen. Klinkt heel hard. Gaat nu de bal nemen. Maar dan staat Brax heel, heel, heel laag als je het zo bekijkt. Echt allemaal maar 10 meter voorbij de middenlijn. Dat is een foutje. En ze speelt direct door. Ah, die bal moet harder. Ah, goed gespeeld. Dat is een voetje, krijgt denk ik. Kans. Die bal wordt toch wel een heel sterke steel. Hij was geen fout. Kwam eerst bij de bal en zet haar lichaam heel slim. Voor iemand van zo'n jonge leeftijd heeft hij dat wel zeer sterk gedaan. Druk op de bal. Kijk, gewoon een springt weg van de bal. En zo staat het ineens 0-2. 3-2 voor Victory. Krijgen ze nu wat vleugels. Die bal moet gewoon afwerken. Bam. Oh, goed eruit gehaald. Heel goed blok. Had misschien sneller kunnen schieten en moeten schieten. Het was wel zeer goed verdedigd. Astrid naar Van der Meijeren, langs de lijn naar Loor Hillewaard en is het een 3-2. Nee, oh wat een bal. Ja, dat zijn echt goede ballen. Ja. Ik ga gewoon naar de backhand, iets zo goed in. Ja, dat wacht heel lang, hè. Wacht te lang. Vanuit die hoek gaat de bal er nooit in gaan natuurlijk. Ja, Lotte Klein kan zo wel die bal gemakkelijk eruit halen. Daar hebben we het er net ook al over gehad, de scherpe hoek. Toch niet altijd even gemakkelijk om vanuit die positie te scoren. Zeker. Ik heb het gevoel dat de aanvallers langs beide kanten vaak niet weten wat ze willen doen. Ga je de bal nu schieten of ga je hem doorlopen? Ja. Doordat je zo van die... En een groot verschil, hè, want als je hem tegen die snelheid wilt voorgeven, dan gaat hij vaak over de sticks of dat is gewoon veel te hard. Ja, maar als ze gewoon in één keer gaat doorgelopen, had ze hem gewoon zelf vanuit een veel meer scherp hoek kunnen uitwerken. Ja, klopt. Dat is wel een zeer goede bal van Loor Hillewaard. Goede stijl van Victory, maar Binte Meschner verliest haar stiek. Ik kijk gewoon door de beentjes terug achteruit. Nee, ze gaat zelf. Die bal moet gewoon naar Albert prima gaan. Dribbel. Prima dribbel. En gaan ze van de kant veranderen? Ja, naar Loor Hillewaard. Versavel staat dan naar de kant van zus naar zus. En dan Lien naar mede international. Dat was... Toch wel heel opvallend, vind ik. Vanuit Victory Kent spelen ze nu wel echt met een pak meer vertrouwen. Ze hebben de laatste drie duels ook eigenlijk niet heel goed gespeeld. Ook niet heel veel gewonnen. Maar een match... Dit zal voor hen wel heel goed doen richting de volgende wedstrijden in de play-offs. Zeker. Maar ja, een match Bergschat Victory geeft altijd wel een extra sfeertje mee natuurlijk. Hè. Klopt. Ja, wat buiten Antwerpen. Ja, daar mag, als je dan streng bent voor die PC, mag je daar ook afsluiten natuurlijk. Oh, wat een aanname van Louise Albert. Ja, heel mooie aanname. Maar ik krijg de bal naar, niet heel makkelijk. Goed gespeeld. Maar ga wel op een voet, inderdaad. Ja, stikslag. Goed, er was zeer veel aan de hand. Was die bal van... Ik ga gewoon een gevaarlijk richting Albertijn. Ja, hij was hoog, maar er stond niet direct iemand in de lijn. Nee, dat is ook niet de regel. Hè. Nee, voilà, ja, vanuit... Het is een hoge bal moet gevaarlijk zijn. Het is niet elke hoge bal dat afgekeurd wordt. Dat is een regel die heel vaak slecht geïnterpreteerd wordt door de scheidsrechter. Nog altijd. Nog altijd, ja. Ze willen op zee spelen, maar ja... Als je de bal over iedereen mag flikken, waarom mag je hem dan... In moderne hockey, op dit niveau, moet dat echt kunnen. Als je ziet dat er op internationaal niveau backhand shots worden gedevieerd in de lucht, dan moet dit kunnen, hè. En zo gaan we naar de tweede PC voor Brax. Verwacht, de bal gaat naar Louise Versavel. Ja, de tikke de bal. Versavel, sleep. Oh, en die gaat ernaast. Ja, dat is een strook. Ja, het was op de voet van Loran. Maar een strook bij Brax gaat dat? Is niet direct een goal. Een strook tegen Victor doet me wel denken aan een zeer grappig moment. Een zeer grappig moment, maar anderzijds de week erop pakt ze natuurlijk de bal geweldig. Pakt ze de bal wel.
Dat is, dat is het mooie lastige aan een keeper zijn. Hè. De slechte en de fail-momentjes worden heel makkelijk onthouden, maar de goede reddingen. Het is nu de rematch eigenlijk. Hè? Want de week, toen ze de bal wel pakte, was het eigenlijk Bonastre die de bal pushte. Klopt. Nu is het Louise Versafel tegenover Lotte Kleine. Oh, die wist de bal. Moest de bal naast de goal. En Lotte kan die zo op die manier wel heel gemakkelijk redden. Gemakkelijk, natuurlijk, een strook is nooit gemakkelijk, maar die bal gaat heel zacht. Gaat heel zacht en mist haar bal eigenlijk echt volledig. Die is eigenlijk op zich, ze heeft een oefenmatch gehad, 2 weken geleden. En daar miste ze ook een strook. Dus dat is een de bal op de voet, wat gaat ze mee doen? Ik vind, de scheids daar moet, volgens de wet van de regel moet je hem daar wel afsluiten. Want... Ik ben volledig mee. Je moet een kick. Je staat full press te spelen op een team die dat zo'n fout maakt. Als een ander team nu op 10, 15 meter staat, dan kan je dat even over het oog zien. Man. Door de vingers zien, maar deze keer goeie circle entry. Bal komt voor de voeten van Louis de Waad. De bal gaat te ver van haar stick. Kan Victory counteren en even uit gevaar. Dat is wel een stikslag. Van der Meijeren. Ze laten doorspelen. Nog eens een stikslag. Ja. En hier vind ik wel dat ze mogen fluiten. Ze laten een voordeel. Ja, uiteindelijk fluit. Goal! En de tijd staat stil. En nu is het afwachten hoe Brax ermee omgaat. Ze staan 0-2 achter. Verdiend wil ik niet zeggen, maar... langs de ene kant is het verdiend als je zoveel kansen niet aanmaakt. Zoveel kansen wel. Ja, alhoewel ik het bal bezit wel gelijk. Het bal bezit is gelijk, maar... ze missen een strook, ze missen 5 echt grote kansen. Dus. Ja. Een beetje afwachten hoe ze daarmee mee gaan omgaan. Hè. Ah, wat een bal. Laten gaan, ja. Ja, goed. Goed nee, stop. Wachten. Tesh staat op de juiste plaats. Astrid van der Meijer dit een overleg. Zou haar bal moeten afgeven en via de lijn terug. Dat is een hele goede bal. Van Grunbergen. Met de druk. Ja, die gaat er vol voor natuurlijk. Ja, en die wint haar bal. Hè. Echt wel een goede speelster, hoor. Ja. En dan is het eigenlijk de man van de match op dit moment is wel zeer duidelijk, hè? De keeper van Victory. Ja. Speelt een goede wedstrijd, pakt gewoon echt de ballen die ze moet pakken. Ja. En de strook pakt ze ook gewoon. En dingen er buiten en dingen er boven, hè? Want dat shot was. De shot was echt een goede shot. Wel een heel goede pas, maar er stond jammer genoeg niemand. En niet door het midden. Staan ze ook op één lijn. Romy van Onsen die bal kan stoppen. Solé Contardi, die was de bal gaat over voor Brax. Van Grimbergen gaat de bal weer. Zo staan er in het derde kwart nog 5 minuten op de klok. Ja. Als Brax nog iets wil doen, zal het voor het zelfvertrouwen denk ik toch wel nu moeten komen. Maar John Daikwan met een goede actie. De bal wordt gestopt door Laurent Van Esten. Hij gaat terug over de flank via Solé Contardi. Die had de bal probeert te verleggen en het lukt ook. Slechte stoppen. Maar Victory is wel in het ondertal, maar die bal pakte wel. Dat is een verloren bal. Die gaat misschien tegen de paal. Ja. Dat zou nog wel wat zijn als die bal tegen de paal gaat. Het zou een gênant moment geweest zijn, maar goede bal direct gespeeld. Die ballen van Grimbergen zijn vlak hard. Die zijn echt heel goed. Hè. Inderdaad, strak over de grond. Zoals Alain Fobbe de jaren ervoor deed. Hè. Ja. Dus op dat vlak. Toch wel heel belangrijk dat die ballen gewoon echt vlak gaan. Hè. Je ziet dat heel vaak. Als er geflatst wordt... vanachter dat die bal begint te stuiteren en dan maakt het heel moeilijk om die bal te stoppen. En zeker als er druk is van de tegenstander. Ja. Ik heb het gevoel dat eigenlijk Hulsen en Anne-Sophie Wendt van plaats zijn geschikt. Ja, het lijkt klopt. Hulsen is heel laag gaan spelen. Ja, nu de switch is nu aan het gebeuren, terug zie ik. Ja. Wendt stak terug en Hulsen gaat terug naar voren. Een goed back-end shot. Geen gevaarlijke bal, maar er staat niemand. Dat was een zeer slechte float van de scheidsrechter. Dat is op het voetje. Als we het eerlijk mogen zeggen, was het gewoon een slechte float, die bal. Ik weet het niet. Ik hang er vanaf hoe hoog dat hij natuurlijk ook was. Hè.
moeilijk te zien. Oh, op de voet. Op de voet. Ja, dat is een nieuwe PC. Van Tardy, wel een zeer. Even kijken wie er op het veld staat. De goalmaakster Rachel Windhagen staat niet op het veld. Dus dan zal de bal toch van Kim Vroos komen met een flats. Of via Lisa Guacamotti via een sleep. Dus even afwachten natuurlijk. Ja, het is ook wel handig als je zoveel opties hebt om verrassing te spelen. Ja. Overigens dat Sole Contati dan niet meer sleept. Want op de tijden bij Braxetta was dat toch wel een van de beste sleepjes in de Belgische competitie. Ja, die tijd is lichtjes veranderd natuurlijk. Voilà, ja. Er komen altijd nieuwe speelsters. Zeker. Jongere speelsters die positie innemen. Ja, voilà. Hangt ook natuurlijk heel vaak af van het aantal speelminuten dat je hebt. Ja, op het veld, als je de hele tijd op veld speelt, dan zijn die spieren opgewarmd. Ook. En je moet er effectief ook staan. Hè. Als je op de bank zit, kan je niet veel gaan doen aan de kopcirkel natuurlijk. En niemand wordt er jonger op natuurlijk. Dat is geen goede bal eigenlijk. Gaf via flat. Dat was een voetje van Victory. Dat was, ik kon het niet goed zien. Ja, die bal moet echt naar voren, maar dan zwart. Oh, wat een bal! Dat is wel een goede bal hoor. Dat is wel een goede bal. En zo is het ineens een 3-1 via de voet. Weer een slim foutje. Dat is een slim foutje. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het de bedoeling is. Het is wel slim om daar natuurlijk niet in de lucht te springen. Daar moet je gewoon Sowieso. Ja, voeten op de grond en hopen dat hij er tegen komt. Grimberg is natuurlijk nu wel slim. De kick was eigenlijk in de 23 meter, maar ze neemt hem er buiten, omdat ze eigenlijk meer opties heeft. Hij gaat toch rond via Lien Hillewaard. Ah, goed, de cirkel in. Oh, de trap door. De express. Van ons met een shot. Nee, gaat ernaast. Spijtig. Goed gespeeld. En Contardi staat breed. Zo gaan we de laatste minuut van het derde kwart. En dan wordt het een zeer moeilijke taak voor Brax om dit nog goed te maken. Ja, klopt. Maar in hockey weet je nooit natuurlijk. Hè. Maar, nee, klopt. Ik denk Victory speelt wel beter. De tweede helft speelt hoger, speelt aanvallender. Een beetje agressiever, meer vertrouwen op natuurlijk. Nu gaat het op zich eigenlijk meer gelijk op. Maar dus Brax ook iets minder kansen. Ja, buiten de strook was natuurlijk een enorme kans om die aansluitingstreffer te maken. Maar uiteindelijk een goede bal van Alisson. Uiteindelijk wint degene die de bal het meest in de goal ligt. Dat is een goede bal. Jammer dat ze de bal niet kan stoppen. Dat is een goede positie om te schieten. Oh ja, er is een discussie op het veld bij Brax. Je wilt niet gewisseld worden precies. Ja, goed gespeeld. Ja, duur. Dat is en dat zal het laatste wapenfeit zijn van de match van deze helft, denk ik. Ja, die was weer de laatste kans voor... Ah. Een verloren bal, zal ik zomaar zeggen. Ja, op dat moment moet je keuze maken. Ja. Als je niet weet waar dat wie staat, dan is het zeer moeilijk. De s'avond langs de kant raak je gefrustreerd dat Sylvia Perez niet tot wisselen. Terwijl Louise de Waad dat wel direct doet voor Sofie Scheers. Volgens onze klok zit de tijd erop, maar we gaan nog even door. Zo kan Brax nog één keer aanvallen. Jazeker. Met een bal op de 23-meterlijn, maar we gaan even rusten na het derde kwart. Met een 0-2 score voor Victory.
Zeer efficiënt, kan ik zeggen. Ja, zeer. Zeer efficiënt. Spelen de tweede helft wel beter. Brax kon natuurlijk wel die aansluitingstreffer maken met die strook die ze kregen. Dat is eigenlijk het ideale om zo'n match toch terug om te draaien. Maar zo blijft Victory toch op 0-2 staan hier op Brax. En Antwerp heeft een aansluitingstreffer gescoord tegen Gantois. Dus daar staat het 2-1 voor Gantois. Ja. Dat zal ook nog wel even spannen. Ja, maar uiteindelijk... Voor Brax en voor Victory denk ik dat het belangrijk is dat Gantois eigenlijk wint en dat Antwerp punten laat liggen. Ja, je moet eigenlijk zien dat je tegen al je directe concurrenten wint. Ja. En als je kan, dan moet je punten pakken tegen Gantois, maar dan mag je niet op hopen. Dat mag je zeker niet. Nee, mag je niet op hopen. Dus daarom zeg ik, die nummer 2, 3 en 4 posities zijn de posities waarvoor gestreden gaat worden. En Dragon is in een sterke positie in de andere helft aan het waarmaken. 4-0 voor tegen Racing. Ja, dat is zeer sterk. Als Dragon dit wint, dan pakt ze een optie voor groepwinst. We waren ook al heel sterk in de eerste ronde. Ja. Maar als je dan ziet, dan zie je wel dat deze pool is minstens even sterk als de andere pool, denk ik. Ja, ik denk het ook. Heracles, verrassend team ook wel in de competitie. Dering als promovendus eigenlijk. Ja, maar wel veel goede nieuwe spelers binnengehaald. Ja, even inderdaad stevig geïnvesteerd in Argentijnse spelers, zou ik zo maar zeggen. Ah, in Racing, ik had al een aantal jaren mee met de top. Ik kan de top altijd net niet bereiken. Maar heeft een bepaalde spelers van een bepaald niveau, of als je... Zoals je tegen zegt, de spelers zijn zo sterk als je zwakste schakel. Ja, klopt. En als je klopt. Zwakke schakel helemaal niet zo slecht is, dan heb je een sterke ploeg. Dan kan je roteren zoveel als je wilt. En dat is de sterkte van Gantois natuurlijk. Hè. Enorm sterke team, enorm sterke bank. Dan heb je spelers die echt dingen kunnen forceren als het moet. Hè. Je hebt Alex Gerniers, Ombre Balanier, Ranele. Leg de bal in hun stick en het is mooi dat het groot groeit. Ja, klopt. En hier gaat Victory door het midden counteren. De bal aan Rachel Windhagen. Daar zat een stikje tussen. Ik denk het niet. Het is fout gefloten. Het is Brax die de bal wil wegspelen. En ze raakt de bal. En het is Windhagen. In mijn ogen was het een stikslag. Ja, je hoorde heel duidelijk de stik. Ja, maar het was Windhagen die eigenlijk een beweging maakt. Op de stik. Ja, voilà. Het is een bully. Oké. Anders ga je het gezien. Het is eigenlijk Windhagen die de bal moet spelen en ze slaagt gewoon tegen de stik van de speels van Braxetta. Maar als je gewoon op geluid afgaat en van stikpositie... Ja, dan fluit je die PC inderdaad. Aan de boelie geven. Bekstikje. Ja, dat is wel een zeer duidelijke bekstik. Die boelie zie ik ook altijd. Heel vreemde regel eigenlijk. Ja, geef die bal toch gewoon naar de negende ploeg. Het is voor mij een beetje als scheidsrechter zijn van we weten het niet, dus we gooien de bal maar in het midden en vechten het uit. Het enige als je dan zo'n boelie doet, dat kan, hè, maar spreek dan vooraf af wie dat de bal krijgt en wie aan wie hem geeft. Hè. Ja. Die gaat eruit. Versavel van Onsem is breed. Maar die bal gaat er naartoe. Romy van Onsem. Ja, mis aanname. Waardoor die wil een 1 tegen 2 voor de speelster van Victory. Maar het komt er goed uit. Victory die er dan wel uit geraakt naar die bal in de hoek. Ja. Veel tijd heeft Brax niet meer. Nee, we zijn net begonnen aan het vierde kwart, dus het zal nu moeten gebeuren. In hockey kan inderdaad heel veel. Ja. Maar voor het zelfvertrouwen en het geloof binnen het team zal het wel moeten gebeuren bij Brax. Sterke actie van Rachel Windhagen. Er toch wel vlotjes door. Ja, maar van Grimberg is dat als hekkers. De vierde bal is eentje te veel. De vierde man is eentje te veel. Natuurlijk wel weer een foutje. Wel weer tijd die van de klok gaat.
Dat is een slordige bal. Tussen Anne-Sophie Wijns en Alison Smitsman hadden ze eigenlijk veel meer mee kunnen doen. En zo gaat Brachetta weer aan de bal. Ja, Van Grimbergen weer met die perfecte flat. Ja, en dan probeert Verstappen op wandel te gaan. Oeh, stikslag. Dus, een voordeel gegeven. Weer als stikslag. Ja. Ik vraag me af wat die man eigenlijk aan het doen is. Dus moet ik voor één van de twee fluiten, denk ik dan. Ja. Cool. Ik denk gewoon met de bal langs de lijn. Direct spelen. Ja, een heel tactisch foutje, hè, zou ik zo maar zeggen. Stiekje laten hangen, bal erop. Zo kan die bal er niet doorkomen. Ja. Die Hielewaard, hoge bal proberen. Ja. Ja, dan is het uit bal voor 5 meter. Nee, die regel is afgelast. Dat is eigenlijk een nieuwe regel in de Eredivisie. Je mag eigenlijk staan waar je wilt. En als er één iemand eigenlijk gevaarlijk maakt voor de ander, is dat bal voor de ander. Oké, zijn we weer al iets veranderd. Ja, maar ze wisten niet doen wat... Ja, ze dachten, we gaan nog eens veranderen. Het probleem daarmee is met die nieuwe regel, is dat eigenlijk gevaarlijk nu volledig ter 5 meter was dat moeilijk te bepalen. Maar wat is gevaarlijk? Wat is gevaarlijk? Dat is natuurlijk weer heel, weer heel lastig. Hè? Heel veel... Maar als je ziet, dat zal weer zorgen voor heel wat discussie. Ja. Maar als je de bal dan mist, dan is het sowieso direct gevaarlijk. Oh, die bal komt voor in. Goal. Lotte kleine kant overwerken. Ja. Ja. Daar is de bal expres over de achterlijn gespeeld? Dat is natuurlijk... De keeper speelt met één hand. Hè. Dus je moet ook kijken vanuit welke hoek dat zij de bal wegspeelt. Oh, goed gespeeld. De bal gaat hoog. Ja. Gevaarlijk spel. En dan tikt de tijd weg voor Brax. En dan tijd stilgelegd. Nee. De tijd gaat terug van start gaan. Ik denk dat die bal hoog gekomen is op Anne-Sophie Wijns haar been. Ja. En vraagt nu ook even de wissel aan. Dus, goede druk. Sterke druk, hoor. Ja. Sterke druk van Brax. Door de hele waard moet iets sluiten, ja zeker. Tash met de goede verdedigende kunsten. Achteruit. Ja, het gaat toch wel heel traag. Hè. We hebben de fout gemaakt. 5 meter. Dat was, ja. Dat was zeker 5 meter. Het is altijd even wachten, die bal stil liggen. Ik vind het toch heel traag gaan aan beide kanten, die stilstaande fases. Ja. Het is toch wel het einde van de wedstrijd. Ze zijn moe, maar... Ja, maar zo haal je al het voordeel van het... Van het snel spelen. Van het snel spelen en de self-pass haal je volledig weg natuurlijk. Dat is een klein foutje van Bert Er komt een kaart. Het is zeer sterk uitgelokt door Judith van der Meijen, want volgens mij was er op zich niet zoveel aan de hand. Nee, ik denk dat het toch een beetje streng is. Hè. Ja, zeer streng. Ze raakt hem inderdaad niet echt aan. Krijgt ze de groene kaart voor, 2 minuten. Zeer streng op Lotte. Het is een harde bal in de cirkel. Gaat vallen, gaat liggen. We hebben eindelijk een score-update binnen van Dering Heracles. Nog steeds 0-0. Oké. Het is... Na Sophie. Dus de vraag, hoe gaat Victorio met de extra druk van Brax? We worden natuurlijk wel wat moe, foutjes gaan wat meer komen. Ja. Voor Brax ook wel een goed moment om die aansluitingstreffer te maken. Hè. Vanaf dat die 2-1 op bord staat... Ja, daar gaan ze nu voor doen. Ja, dat is niet sterkens. Ja. Vanaf dat die 2-1 op bord staat, dan kan natuurlijk alles gebeuren. Hè. Ja. In die slotminuten staat hij heel trillen. Maar de winst halen zal niet meer moeilijk zijn voor Brax. Goh, we hebben nog... Nog 10 minuten te spelen. 10 minuten te spelen. 10 minuten is heel lang, hè. Ja, zeker. Duren voor Victorie terug met 11 op het veld staat. Nee. Dus als Brax er voor de volgende moet het nu gebeuren. Het is natuurlijk ook een aanvalster dat eruit is. Dus, ze rammen al heel de wedstrijd lang de bal door het midden. En net wanneer je het moet doen, eigenlijk, het paard maken, doen ze het niet.
En ze gaan er weer uit. Ze schuiven wel op. Druk van Contardi. Ja, als Van Grimmegen nu die bal erin kan spelen, dan is er... ja, maar sterke druk van Contardi. De bal lag eigenlijk een beetje tegen de raad. Wel goed gespeeld nu. Slechte aanname. Leke Hulzik kan de bal terug veroveren. Ja, hij speelt heel, heel prima uit. He. Gewoon de bal op de voet. Makkelijk. En zo kan Victory gewoon heel rustig terug klaar gaan staan om die bal te spelen. Een harde bal door de lijn, een beetje geforceerd. Albertijn speelt nu op het middenveld, wel verrassend. Dat zien we niet vaak, of mist de bal volledig. Hulsen. Hulsen. Sophie Wijn. Ja, Hulsen gefrustreerd dat die bal niet wordt gestopt. Sophie Wijns loopt wel om die bal te pakken. Is dit geen obstructie dan? Oh, dat is een kick. Dat is een kick. Ja, dat is een kick. Is dat geen obstructie, vraag ik me dan af. Een beetje voor de bal lopen. In het voetbal mag het, maar... Doet ze het opzettelijk, ja. Ze kan niet aan de bal, dus in principe zou het een obstructie kunnen zijn. Maar als Sophie Wijns zijn, dan moet je dan gewoon een duwtje geven en heb je het altijd mee. Dus dan moet je gewoon de regels kennen. Je weet dat je daar een duw geeft tegen... Die Hillewaard, dat de scheids weet dat je de bal wilt pakken. En dan raakt er vlot door in de cirkel. Van Grimberg is natuurlijk wel weer als hekken sluiten. Oeh, ja. Ik kijk gewoon niet. Iedereen mist de bal. En dat is een 23 meter bal voor Victory. Goeie bal. Het was bijna boeken toe. Enorm goede save van Sochi. Hè. Belangrijk om daar nog tussen te komen. Stonden, de mandekking van achter bij Brax was niet stonden ontvoerd. Gewoon twee spelers van Victory aan de tweede paal te wachten tot die bal kwam. Halsbergen aan de bal nu. Onder druk naar Grimbergen. En die weet daar meestal wel raad mee. Die speelt die bal gewoon goed weg in de ruimte. Ja, goed gespeeld nu. Ja, die bal is aangeraakt. Heeft een, ik denk dat het een 23 meter bal zal worden voor Brax. Speelt de Waten snel, durft ze. Ja, goed zo. Bal naar Loren Hillewaard, direct opgewacht. Dat is een bekziekje. Ja, de griep is bekziek. En die bal gaat gewoon door. En zo tikt tijd gewoon genadeloos weg. Nog 7 minuten op de klok. Dan wordt inderdaad toch nog wel spannend. Ah, shit. Halsbergen naar de bal, mist de bal en dan counter nu voor... De concentratie zit eruit bij Brechtschatten. En dan is het, moet Victor gewoon de match uitspelen natuurlijk. En dan zou het in orde moeten zijn. Oeh, counter met de Waad. Van der Meijden zet zich in de cirkel, goed voorgegeven. Sterk verdedigd door Josephine Schultz. Dan moet dat ballenmeisje snel de bal geven, wacht het te lang en dan is de vaart er weer uit. We zien de frustratie daarover bij Louise Versavel. Hup, bal erin. Ja, goed gefloten en dan gaat het recht gaan. Deze keer neemt ze de bal wel snel. Dat is op de voet. Dat is op de voet, dat is op de voet van Brax, als ik mij niet vergis. Maar deze PC mag eigenlijk niet gefloten worden. Op de voet van Brax. Nee, want het was eigenlijk een... ofwel op de voet van Brax, maar het was een fout in de 23 meter. En die bal werd gewoon direct in de, de cirkel... Maar de bal is niet stilgelegd geweest. Oké. En eigenlijk tussen de twee 23 meters moet je de bal niet precies stil leggen, maar in die 23 meter ben je verplicht om de bal stil te leggen op de plaats waar de fout is gebeurd, dat iedereen op 5 meter kan staan. Want als de tegenpartij niet weet waar je de bal neemt, dan kun je ook niet op 5 meter gaan staan. Klopt. Derde PC van de match voor... voor Brax. De resultaat op zich eentje. Op zich 1-2, want een strook... Ja, als je niet scoort, een strook is bijna even goed eigenlijk. Hè, want... een strook is even goed. Dus we zijn aan het wachten op de PC. Tijd aantrekken van Victory, denk ik. Zo zien we wel dat de scheidsrichters vandaag toch niet op het beste niveau zijn. Van Grimbergen met de flat. Oh, goeie save van Lotten. Hij speelt een uitstekende match. Uitstekende match. Als je zo ziet, dan kan eigenlijk Van Grimberger te goed flatsen, want daar moet eigenlijk een botsing zitten. Als daar geen botsing zit, dan kan de keeper daar heel makkelijk op anticiperen. Klopt. Of er moet iemand die bal tippen. Versavel in de hoek.
speelt de bal de cirkel in. Bal bij Ikegonu. Gewoon shot. Kan shotten. Oh, en die bal gaat binnen. Die bal gaat erin. Wat een goal. Ja, dat is... Die bal gaat binnen en die bal mag eigenlijk niet binnen gaan, in mijn ogen. Het schot kwam wel korte, op het niet. Korte hoek. Dat is toch wel jammer. Speelt zo'n goede wedstrijd. Ja. Die bal had er nog wel bij gemogen. En zo staat het gewoon 2-1, aansluitingstreffer voor Brax. Voor Brax, goal van Ikegonu. En hij pakt ook nu direct de bal terug af. De bal bij Assiet van der Meijden terug naar Ikegonu. Gaan we rond. Nu als Brax zijn, heb je de keuze. Gaan we voor die ene, gaan we niet overhaast spelen. Gaan we voor de 2-2. Ik zou daarop spelen. Want als je nu gewoon 2-2 speelt, dan blijft... Die blijft die drie punten voorstaan op victory. Als je nu verliest, dan ben je gewoon heel je voorsprong kwijt en dan sta je op dezelfde hoogte. Ja, klopt. En als Brax hier wint, komen ze ook op 2 punten aan Antwerpen te staan. Als het daar 2-1 blijft, zo is snel zien. En nog altijd 2-1 bij Gantois Antwerpen. Dus de vraag, hoe gaan de ploegen ermee om? We hebben nog een aantal minuten op de klok, nog 3 minuten op de klok. Ja. Ah, ik vind het toch wel jammer. Brax is heel efficiënt vandaag, ja, mist een strook. Maar dat die goal dan weer moet vallen op een toch wel duidelijke fout van de scheidsrechter. Ja, ja, dat was een clear error, zal ik zo maar zeggen. Hè. De bal gaat gewoon keihard op de voet van Brax. Maar je ziet ook gewoon, zelfs heb je een videoref, kan het zelfs ook misgaan. Maar, Dering staat 1-0 voor tegen Heracles. Okay. Een goal van een van de Argentijnse. Brax gaat de cirkel in aan de zijkant. Zijn op zoek naar een voetje. Lotte kan die bal onderscheppen. Ja, wil ik gewoon nog. In het midden. Bente Meschner valt. Ah, dat is heel ongelukkig. Dat is heel ongelukkig. Kan natuurlijk niemand aan doen. En vanuit hier ligt ze half in, half buiten de cirkel. Niemand discuteert, dus ze zal wel binnen hebben gelegen. Ja, zal wel. Dit is gewoon jammer. Ja. Foutjes waar niemand iets aan kan doen. Ja. Zo kan het op minder dan 2 minuten ineens gewoon gelijk staan. Dat is wat gebeurt als je een paar red punten in de ploeg hebt. Een beetje geluk, 21. Ja. Dan kan je dingen forceren. Hè. Uiteindelijk komen die golen natuurlijk niet uit het niks, maar het zal waarschijnlijk van Grimberg worden. Zal het afhangen of Lotte Klein haar match kan... Ja, dat is een hoge bal. Die gaat via de stick van de uitloper, denk ik. Via Anne-Sophie Wijns gaat hij op Kim Vroos hoog. Dus, terug in PC-room, maar eigenlijk mogen ze niet samenkomen. Hè. Ja, maar het ding is... Zijn ze streng op? Ja, ze zijn streng op, maar als je samenkomt, moet je het eerst zeggen dat het niet mag. Je mag daar geen kaart voor geven. Dus dan heb je een paar seconden nog altijd. Van naar Van Grimbergen. Oh, het hart op Kim Vroos. Kan weggewerkt worden. Was een kick. Zullen we dan zeggen dat dit de vorige kick compenseert? Ja, ja. Ze zijn niet in vorm vandaag. Scheidsrechters. Toch wel ondermaats. Wat is dit allemaal? Ah, dankjewel. Dan gaan ze toch voor die bal. Je mag... Dit is... Je legt dat scheidsrechter je nooit mag compenseren. Ja. Je mag niet compenseren. Dit is toch wel... De andere scheidsrechter doet alsof hij er precies ook helemaal niet is. Ja. Die heeft een oortje, dus we weten niet wat we bespreken. Hè. Nee. Dus als je op lager niveau speelt, dan leg je de tijd stil, ga je bespreken. Dan zie je dat ze het met elkaar oneens zijn, dat er discussies zijn, maar nu weet je niks. Dat ze een voordeel en zijn nadeel kan hebben. Hè. Ze gaan nu iets speciaals proberen, denk ik. Want je gaat toch geen 3 keer dezelfde stek gestopt. Die bal gaat heel goed buiten gewerkt door Tash. Dus prima gedaan. Zal nu wel haar maskers moeten uitgooien. Ja. Dat is heel goed gedaan. Die bal wordt gewoon buiten gespeeld. En zo kan Victory zich terug opstellen om het blok te vormen in de laatste minuut. Die bal... Oh. Oh, en die bal gaat buiten. Ja, en dat is een gevaarlijk spel. Maar je zag dat hij is helemaal niet in vorm vandaag. Dat is een gevaarlijk spel. Volgens mij was dat geen 3 meter, 4, 5 meter. Nee. En dan twijfelt hij weer.
Je hebt natuurlijk wel een zootje daarvan voor, maar ze doen dit eigenlijk een beetje de controle. Victor die probeert echt hun tijd te nemen voor die bal te spelen. Wat te begrijpen is, ja. Dieke Hulze verliest de bal toch op een belangrijke positie. Maar, ja, en zo is het wel even, toch wel even bieberen. Geweldig van Kim Vroos. Kim Vroos is voor mij naast Lotte Kleine toch ook wel erg sterk bezig aan Victory zijde. Hij speelt een geweldig goede wedstrijd. Heel stabiel. Zorgt, zo is het einde van de wedstrijd. En is het 2-1 voor Victory. Eerste drie punten in de play-offs zal goed doen. Ja. Zal enorm goed doen. Om hier te komen winnen op Brax. Zeker. En dan, uiteindelijk, als je naar de match kijkt, het had even goed gelijk kunnen staan, maar als je je kans niet afmaakt langs de kant van Brax, dan verdien je er niet om te winnen. En dan speelt de keeper van Victory een heel goede match. Ja. En dan, het was een leuke match. Het was een aangename match om te zeker, kijken. Veel zeker. Kansen langs beide kanten toch wel een beetje. Brax heeft meer kansen gehad dan Victory, kunnen we niet ontkennen. Ook die strook natuurlijk die ze missen. Vier PC's, geen enkel doelpunt op die vier PC's. Één strook. Eén strook, zonder doelpunt. En dan Victory heel efficiënt in de eerste helft. Haalt gewoon een goal uit zijn eerste kans en zijn laatste kans in de eerste helft. Ja. En een PC die is ook gewoon in de netten hangen. Zeker. Dus, en dan moet Brax gaan volgende week aan de back tegen Gent was, dat zeker niet gemakkelijk is. En Antwerp moet dan tegen Victory. Ja, wij gaan op verplaatsing naar Antwerp volgende week. Ja, ook geen evidente wedstrijd. Ja, is tussen de drie ploegen ligt alles open. Hè? Ja, en Brax moet hopen iets te kunnen halen. Hebben wij in het verleden wel gedaan. De voorbije seizoenen zijn we vaak de ploeg die toch wel punten haalt bij Gent Waals. Dus het is mogelijk, maar als je ziet hoe goed dat ze in vorm zijn de afgelopen jaren al en zeker dit jaar. Zeker. Brax is een heel constante ploeg in die top 4, zal ik zo maar zeggen. Het is een heel constant team en ik denk dat we zo wel kunnen afsluiten. Het was een leuke wedstrijd. Zeker. En hopen jullie volgende keer terug te zien. Om 3 uur is nog de match van de heren. Voor degenen die willen kijken, tegen Antwerp. Dank u wel. Als mijn omgeving vraagt waarom ze nog altijd niet elektrisch rijden, dan krijg ik vaak het antwoord: we doen te veel kilometers. Als we kijken naar het gemiddelde wat een Belg rijdt, dan zitten we ongeveer aan die 50 kilometer. En laat dat net een fantastisch getal zijn wanneer je zou willen kiezen voor een plug-in hybrid. Als je kijkt naar het gamma van Jaguar Land Rover, dan zit je bijvoorbeeld bij Jaguar voor de E-Pace en voor de F-Pace en ook voor Land Rover aan de Range Rover Evoque en de Range Rover Velar en alle andere modellen die we nog in huis hebben aan een rijbereik tussen de 50 en zelfs boven de 60 kilometer. Wil je toch het volledige elektrische rijbereik, dan kan je kiezen voor de Jaguar I-Pace, die tot wel 470 kilometer elektrisch rijbereik heeft. De vraag is natuurlijk, hoeveel kilometers rij jij? Stel dat je bijvoorbeeld 30 kilometer zou moeten rijden naar je werk. Kan je daar dan überhaupt opladen? Doe je dat dan aan het stopcontact? Of heb je toch de mogelijkheid om via een laadpaal te gaan opladen? Dan kan je gewoon volledig elektrisch terug naar huis. Parkeren is opladen. Vooral wanneer je met een elektrische auto rijdt. En hier en daar toch ook wel als je kiest voor de plug-in hybrid.
how confident I feel when I wear my suit. My heart pumps tension and adrenaline. No more thinking, especially by feeling. Enjoy the ride. Voor mobiliteit voor iedereen. De man daar is aan de hand.